Thomas Ros, we zijn in jouw werkkamer. Hier zijn wel wat complotten bedacht. Nee, hier zijn oplossingen bedacht voor bestaande complotten. Ik weet dat er een hele hoop onzin wordt verkondigd, maar dus affaires die gespeeld hebben en waar de historici niet uit zijn of ze afdoen als normaal, waarvan ik vind dat dat raadsels oplevert of die echt niet zijn opgelost of zo, waar complotten achter hebben gezeten. Die probeer ik, dat mag je als historicus niet doen, mag je als journalist niet doen, maar ik vind dat je als romancier, ik noem dat gaten opvullen in de geschiedenis, dat je op basis van die feiten die er nog zijn, een spannende gebeurtenis, en dat is leuk werk, een spannende gebeurtenis kunt reconstrueren. Wat heeft er eventueel achter gezeten? Ja, want dat vind je leuk. Ja, maar ik heb ook nog geschiedenis gestudeerd, ik ben ook nog journalist geweest, dat speelt mee. Het is leuk om op die manier inderdaad te denken van, ook om van lezers te hebben, goh, zou dat waar zijn? Als je het zo authentiek mogelijk kan maken, dat is inderdaad een hele logische verklaring voor het feit dat we het niet mogen weten of dat er dingen weg zijn. Ja, ja, wat is er zo leuk aan dat, zeg maar, construeren van in feite complotten of in ieder geval scenario's die dingen verklaren net even een stapje verder dan dat we misschien kunnen weten? Ja, ik vind het. Kijk, je hebt in dat soort boeken altijd een held en een anti-held, zullen we maar zeggen. Het is niet helemaal James Bond-achtig. En ik vind het ontzettend leuk om in de hoofden te gaan zitten van de mensen die eventueel zo'n complot hebben bedacht. Dus laten we zeggen, ik zal de moord op Kennedy niet doen, want dat hebben andere mensen gedaan. Maar de moord op Fortuyn bijvoorbeeld, dus het moet dicht bij huis zijn voor mij. Hè. In de oorlog heb je veel van dit. Een van de beroemde is het Engeland-spiel. Dat is een heel groot spionageaffaire waar we nog steeds niet uit zijn. Dan vind ik het eigenlijk het leukste om in het hoofd van de slechterik te gaan zitten en te denken van, hoe zou ik, als ik het zo heb gedaan, als dit het resultaat is, wat moet ik dan doen om het niet ontdekt te? Welke dwaalsporen, bijna als een misdaadroman schrijven, dwaalsporen uitzetten. Ja, maar dan ga je dus uit dat er hyperintelligente mensen heel scherp altijd bezig zijn met het plannen en van dingen. Maar geheime diensten zijn toch. Kijk, vroeger was ik lid van de PSP en heb ontzettend gelachen om de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hoewel mijn vader een van de eerste was van die dienst. En later hoorde ik steeds meer van dat het hele slimme jongens waren. Ja, uiterst rechts, ijzervreters, weet ik wat en zo. En dat ze toch een aantal dingen hebben gedaan waar de CIA, maar ook de Russische geheime dienst KGB van zeiden, dat is heel goed gedaan. En je weet, dat is een heel mooi bestaand complot. In de jaren 50 was de CPN, de Communistische Partij in Nederland, nog heel groot. Omdat de Binnenlandse Veiligheidsdienst daar niet in kon infiltreren, hebben ze een nog radicalere Chinees georiënteerde Communistische Partij opgericht. Dat is echt heel knap. Ja. Die veel aanhang kregen in de jaren 50. Sterker nog, Mao Zedong nodigde die partij uit omdat onze CPN Moskou georiënteerd was. Dus mensen die de BVD had ingehuurd om die partij op te richten, er zijn filmpjes van ontvangen door de grote roerganger en weet ik wat, en daar een week lang gelogeerd in. En informatie geven. Dat is knap bedacht. Ja. Toch? Dus als ik jou vraag, van als jij moet kiezen, je zit in een bepaalde gebeurtenis waar we allerlei antwoorden op vragen nog niet hebben. En dan heb je een hele knullige, rommelige variant, of je hebt een geniale complotvariant. Mm-hmm. Naar welke gaat jou dan jouw voorkeur uit? Nee, de geniale natuurlijk, want als die rommelig is, dan schrijf ik een slecht boek. Dan is inspecteur Snuf komt er weer achter, dat doen we niet. Nee maar laat ik zeggen, de moord op Fortuyn is toch nog een aansprekend complot, vind ik, in Nederland. Heel veel mensen zullen zeggen van niet. Maar er zijn een aantal vreemde feiten daarbij. En dat geeft iedereen toe. Hoe kan het dat de politie zo snel ter plaatse was met ME-auto's en met honden, terwijl Hilversum geen hondenbrigade? Hoe kan het dat als er op 20 centimeter afstand geschoten is op het hoofd van Fortuyn, met een kaliber, ik weet niet, 7.25 geloof ik, dat het hoofd intact is? Want dat is niet zo als je dat proefondervindelijk doet. Hoe kan het dat een autopsie, het eerste autopsierapport heeft over 6 inschotwonden, uitschotwonden, sorry, aan de voorzijde, dat klopt, Volkert van der Graaf kwam van achteren, en 1 uitschotwond aan de achterzijde van het hoofd. Dat kan niet, want er moet er van voren zijn geschoten. Ja. In het tweede autopsie, hij is 2 maal lijkschoon geweest, hè? In het tweede rapport staat dat er alleen maar 6 uitschotwonden aan de voorzijde zijn. Die dingen zijn aantoonbaar, want die dingen kun je scannen en opvragen. Ja. Je weet, de theorie is ook altijd geweest, Volkert van der Graaf was niet alleen. Er zou iemand anders zijn geweest. Er zijn op de recherchefoto's rond het lijk van Fortuyn, zie je de bordjes, hè, van de tactische recherche staan, waar de hulzen zijn gevallen uit het pistool van Volkert van der Graaf. Ja. Als jij schiet, valt de huls ongeveer anderhalve meter schiet hij uit het pistool. De kogel gaat naar jou, de huls springt eruit. 6 bordjes staan keurig op anderhalve meter rond het lichaam van Fortuyn. 1 huls, 1 bordje, latere foto's niet meer, nummer 7,
staat op 10 meter van Fortuyn. Dat doet een pistool niet. Dat kan een pistool helemaal niet. Ofwel daar is dus geschoten, of er is een ander wapen gebruikt waarvan de huls verder springt. Dat is echt... ja. En, mensen denken dat je dat verzint, maar je verzint het niet. Je kan bijna een verantwoording achterin, we hebben ook een film gedaan, geven van kijk dan daar, kijk dan daar, kijk dan daar. En dat is niet uit de koker van een stel gekken. Dat zijn gewoon politierapporten van de patholoog anatoom, van de technische recherche. Ja, maar als we dan even gaan kijken. Hè? En dan reconstrueer je dus, waarom zou Fokkert van der Graaf, waarom zou het zo snel zijn geweest? Nou, dat is bijna hetzelfde als met Kennedy. Dat zou Weyler voortaan zou dat een prachtige vergelijking hebben gevonden met Kennedy. Lee Harvey Oswald heeft natuurlijk geschoten, maar is een soort zondebok geweest. Er waren er meer en natuurlijk heeft Fokkert van der Graaf geschoten. Absoluut, dat heeft hij. Heeft het ook bekend tenslotte. Maar waarom hebben we het toegelaten? Want Fokkert van der Graaf was al verdacht wegens de moord op een ambtenaar jaren daarvoor. Is in de gaten gehouden, afgetapt. Ze hebben dus kunnen weten, en dat de aanwezigheid van de politie en de politiehonden zo snel bewijst dat ook. Ze moeten hebben geweten dat hij het deed, maar ze hebben zijn gang laten gaan. Ja, als je van Fortuyn af wilde, om wat voor reden dan ook, laat de zondebok zijn gang gaan. Arresteer hem ook. Hij weet niet beter. Hij wilde dit, toch? Ja. En ik heb een schuldige. Ja. En Fortuyn was een pain in the ass of van een hele hoop mensen. Maar vooral omdat hij de ESF... Dus de... Maar jij acht het dus wel denkbaar... dat er binnen de Nederlandse overheid mensen geweest zijn die gedacht hebben van oké, laat het maar een beetje gebeuren, want we willen eigenlijk liever van Fortuyn af. Ik denk dat, niet de overheid, ik denk dat op Defensie met name en de grote industriële belangen bij de aanbesteding voor de ESF, dat levert veel geld op en de militairen wilden dat heel graag. Als Fortuyn in leven was gebleven, was hij zeer waarschijnlijk premier geworden van een coalitie met de LPF als voornaamste partij. Fortuyn heeft gezegd dat onder zijn eventuele premierschap de JSF niet aangeschaft wordt. Er waren al voorlopige koopcontracten in de maken, dus het is een klap geweest. Alles zag er naar uit, hij stond boven de 30 zetels in recordtempo. Hè? In februari 2004 is die partij opgericht. Toen hij vermoord werd, stonden ze boven de 30 zetels. Ja. Dus ze werd gewoon. Dus dat is... Dat was niet in het. Dus als je zegt de militaire inlichtingendienst die we ook hebben, iedereen praat over de AIVD, maar we hebben ook een militaire inlichting- en veiligheidsdienst. Als die geweten zou hebben, ze zullen niet zelf moorden, maar als die geweten zou kunnen hebben, en dat kunnen ze van Fokkert van der Graaf, al dan niet samen met wat toen nog de BVD heette, ja, dan zou ik ook zeggen: jongens, leun achterover, raak hem niet aan, maar wees wel op tijd om hem te arresteren, want dan hebben we een moordenaar en dan kunnen we dat aan het volk verkopen. Ja. Ik vind dat niet zo'n dwaze veronderstelling. En hoe verklaar je dan dat uiteindelijk als daar inderdaad aanwijzingen voor zijn en dat heel zo'n ander kaliber is, dat de politie daar op gerechercheerd of dat niet uitgezocht heeft? Maar als ik de gegevens niet krijg als recherche, als dat van bovenaf wordt gezegd, luister eens jongens, we volstaan gewoon met de bekentenis van Fokkert van der Graaf, die ook niet beter weet. Fokkert van der Graaf heeft gewoon gedacht en is er ook voor uitgekomen. Hij ziet zichzelf als een soort martelaar. Hij heeft Fortuyn vergeleken met eigenlijk de moord als je Hitler had vermoord. Hadden we dat toegejuicht, zo heeft die jongen gedacht en volgens mij denkt hij nog zo. Maar hij heeft niks geweten, dus de politie heeft een bekentenis. Ja. Een aantal mensen, gekken zoals ik en als Theo van Gogh en helaas ook een stel gekken van de LPF, want dat verzwakt de theorie altijd weer, ondanks dat wij hem geloven. Geloofden er heilig in dat met name Defensie en de militaire inlichtingendienst hierachter hebben gezeten. Maar als van bovenaf wordt gezegd, luister eens jongens, het onderzoek, we hebben nu alles. Waarom zou ik dan doorrecherchieren? Ja. Maar je zegt zelf al, een paar gekken. Zo wordt er heel vaak... Tussen aanhalingstekens. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk heel vaak de reactie. Dat is het verneukeratieve, dat heel veel complotten worden... laten we zeggen, je hebt complotten, de dijken met de watersnood zijn doorgestoken kaart geweest van een grote aannemer. Het was wel storm, weet ik. Als je daarin meegaat, Kennedy is vermoord door, niet door Lee Harvey Oswald, maar door, bijna door gezanten van Mars of zo. Omdat hij een ruimtevaartprogramma had dat de Russen niet wilden. Lee Harvey Oswald is inderdaad door de Russen gestuurd en niet door de, want hij is in Rusland geweest. Hij was getrouwd met een Russische vrouw. Het is geen, als er geen bewijsmateriaal is, geen enkel feit eigenlijk wat dat steunt. Ja, dan kun je geloven wat je wil, maar... Heb je ook wel eens het idee, kijk, er zijn heel veel mensen die graag in complottheorie willen geloven en die overal... Het is heerlijk natuurlijk. Waarom denk je dat James Bond zo'n succesvolle man is? Ja. Spionage, complot, mooie vrouwen, dat was bij Fortuyn dan wat anders, maar... Wij willen het graag ook. Ja, we willen het graag. En heel vaak ligt een oplossing wel voor de hand en is het
gewoon. En de wetenschappers die nogal wat behoudend zijn en zo lachen ook vaak om te zeggen, nee, maar het is... En die, dan komen ze aan met toeval. Ja. Maar ja, wat is toeval dan? Wat is dat dan? Verhaalt het, waar woont dat? Wat is dat voor iets, toeval? Ja. Ja, ik ken een epileptische toeval, maar om nou alles af te... En geheime diensten gokken daar ook op. Laat ze nou verklaren dat het toeval is. Zo heb je ook een hele mooie... En ik had die serie graag willen maken, maar toen had de VPRO opeens genoeg van koningsdrama's. Want ik heb de Schavuit van Oranje gemaakt en Beatrix. En toen dacht ik, de moord op Willem van Oranje, de grootste Oranje van alle tijden in 1584, daar is altijd iets vreemds mee. Ja, daar heb je het weer. Tuurlijk, er was een man uit Frankrijk, Balthasar Gerards, en we weten, die heeft Willem van Oranje in het Prinsenhof in Delft doodgeschoten. Dat is juist. Daar moet je, hoewel gekken beweren dat het niet zo is, maar dat is zo. En dat hij het gedaan zou hebben omdat Willem van Oranje gehaat werd door de Spanjaarden en de 80-jarige oorlog, en weet je ook wat, en een prijs op zijn hoofd stond en zo. Maar het gekke is dat die Balthasar Gerards, voordat hij naar Delft ging, eerst bij de broer van Willem van Oranje is geweest, in Trier, in Duitsland. En het gekke is ook dat Willem van Oranje eigenlijk met die broer financierde hem, hè, 20 jaar lang een oorlog voeren. Willem trouwde wel met iedereen om die bruidschatten binnen te krijgen, maar 20 jaar oorlog, proviant, paarden, soldaten, schepen, die geuzen. Dat heeft, weet ik, de keurvorsten in Duitsland, waar hij bij hoorde, Nassau-Dillenburg, ja, die hebben hem gefinancierd. Want die dachten, als het jou lukt om dat Spanje te verslaan, dan hebben wij de Nederlander erbij en dan hebben we de Hanzesteden, dan hebben we, want ze hadden geen zee, dan hebben we Amsterdam, we hebben Antwerpen, en dat was de deal ook. Wat doet die Willem 2 jaar voor zijn dood? Het gaat goed opeens. De Spanjaarden beginnen te verliezen. Gaat naar zijn broer Jan van Nassau toe op de Dillenburg en zegt, Jan, moet je luisteren, ik heb me bedacht. Nou, ik doe het zelf. Ja. Want ik kan gefinancierd worden door de hertog van Anjou en die wil alleen maar Antwerpen. Ja, die wou dat stukje hebben, die wil Antwerpen hebben. Dus die jongens dachten daar, ben jij nou besodemiet? Nou hebben we jou 20 jaar, toch? Ja. Daar komt Balthasar Gerards langs. We weten dat Willem van Oranje doodgeschoten is met het pistool van een van zijn eigen lijfwachten. Dus er zat al, dat is zeker, er zat dus al iemand, een Engelse historicus heeft een prachtig verhaal erover. Er zat al iemand aan het hof die dus inlichtingen gaf aan Balthasar Gerards. Balthasar Gerards is ook niet verhoord, tong meteen eruit getrokken, in 4 stukken, hart erop. Heel snel, en Jan van Nassau was erbij. Ja. Ja, dat is toch, nou, prachtig is weer een raar woord, maar dat is toch prachtig om daar een prachtige historische roman gesteund met die feiten. En eigenlijk, maar dat doe je niet in een roman, de voetnoten erbij te zetten. Net als in historiek is je verantwoording, bron. Ja, dat kan je niet doen in een thriller. Laat ik het dan zo vragen, ben je soms ook niet bang dat je juist daardoor mensen die niet heel gedetailleerd lezen, sterkt in hun wantrouwen jegens alles en iedereen die maar boven hun hoofd alles beslist. Ja. En heel anti, ja. Ja, maar ben je daar verantwoordelijk? Dat is altijd zo. Dat is ook bij de gewone detectiveschrijver die een hele knappe moord bedenkt. We hebben ooit een serie gehad, een Duitse serie, ik weet niet meer, die heette De Sjaal, heel lang geleden. Meisjes werden vermoord op een hele originele manier, een rottige manier met een sjaal. Daarna, toen hij in Nederland werd uitgezonden, zijn er, ik geloof, 2 meisjes op diezelfde manier werkelijk om het leven gebracht. Dat is de schrijver van de serie en de makers van de Duitse serie kwalijk genomen. Je geeft dus mensen die al flink gek zijn, de kans en de idee om het zo te doen. Ja, maar ja. Ja, heb je die verantwoordelijkheid? Ik vind niet dat je die verantwoordelijkheid als maker. Heb je zelf ooit gedacht van, ik draaf door, ik word een beetje paranoïde, Ja, maar die boeken heb ik al. Ik heb 2 boeken die ik niet heb afgemaakt, omdat ik er niet meer uitkwam. En toen dacht ik, ja, met de deadline en de uitgever en het voorschot en weet ik wat zo. Ik ga er maar. En die heb ik allebei teruggetrokken, want het is onzin. Daar heb je het. Het is ongeloofwaardig. Ik weet mijn 2e boek. Je hebt een vroegere de hoofdredacteur van Vrij Nederland, vriend en recensent, Rinus Ferdinandsen. Mijn 1e boek werd heel goed begroet. 2e boek is dan hartstikke moeilijk. Ik kwam er ook niet uit. Het was weer veel te ingewikkeld met Zuid-Afrika en op en zo. Het is wel uitgegeven en hij heeft het godzijdank niet geschreven in de recensie, maar hij trok me aan mijn mouw en zei, moet je luisteren, pagina 151, dat kan niet. En ik weet het, dat kan niet. Je maakt een noodsprong om het maar, dat zou je ook nooit meer doen, toch? Nee. Maar je moet ook die gekke dingen er niet bij slepen die echte comploteurs, of de paranoïde comploteurs. Ik vind het altijd zo mooi als je die dingen doet, en dat heb ik met Mate Hari gedaan, en dat heb ik met Fortuyn gedaan, dat de tegenstanders, mensen als Weyler van Seur, maar ook de historici, de Herman Pleijen, zo, die lachen erom. En dan zeg ik altijd, ik zou zo graag van jullie willen horen, waar zit de fout dan in de redenering? Waar zit de fout in de feiten? Heb ik de feiten verkeerd? Dan wil ik het ontzettend graag horen. Ja. Maar dat hoor je dus niet.
Je hoort dus niet, hè, heel veel humor, nee, maar wat die Van Gogh en wat die Ros hebben bedacht met Fortuyn. Maar als je dan zegt, jongens, dit zijn de twee politierapporten, en dat hebben we laten zien, en dit zijn de lijkschouwingsrapporten, en dit is het wapen, en het kan niet van volgens verschillende experts dat. En waarom is die ME uit Waterland daar zo, in Hilversum, in Hilversum Mediapark, en waarom kon... Maar je wordt niet tegengesproken. Want de politie heeft hier ook niets over verklaard of waarom ze daar waren. Het is niet opgehelderd. Ja, de politie heeft gezegd, de ME die daar was, er waren vier ME of drie ME, dat weet ik niet meer, de wagens. Je kunt aan de kentekens zien waar ze vandaan komen. Dat is Waterland rond Purmerend. Die stonden al klaar eigenlijk bij het Texaco station. Want je weet, Volkert van der Graaf vlucht door het Mediapark. Ja. Steekt daar de weg over, de Godelindeweg, en verdwijnt aan de andere kant, want hij had zijn Toyota, vrij slim, in de Indische buurt aangrenzend aan het Mediapark, want bij een delict wordt het terrein afgezet. Ja. Maar hij was er al uit, bijna. Ja. Hij werd achterna gezet, als je dat weet, door een man die bij zijn positieve kwam, dat was de chauffeur van Fortuyn, ja. Hans Smolders. Ja. Die Smolders rent achter hem aan, dat kan. Smolders was ook nog zo keen om 00 of 112, nee. 00, ja. Weet ik wat, te bellen. Oké, dus... Smolders rent er achteraan. Van der Graaf ziet dat. Smolders had een goede conditie, een waterpolo, geloof ik. De Graaf raakte in de war. Hij wilde graag naar de Borneo-laan. Daar stond zijn oude Toyota geparkeerd. Hij rent daar ook langs, te laat. Hij kan er niet meer in, want dan pak je hem. Zijn kenteken, weet u wat. Hij rent door, hij gaat rechtsaf, links. Hij is opeens in een buurt die hij niet goed kent. Smolders er achteraan, maar Smolders had dus gebeld en er reed een surveillanceauto. Dat kan heel goed van de politie. Die neemt het over van hem. Dus Smolders, die zegt, jongens, top, pak hem. Die rijdt dus achter voor, van der Graaf. Van der Graaf komt bij de Lagenaarderweg. Ja. En slaat daar, rechts kon niet, dat was afgeschermd voor auto's, daar werd gebouwd. Slaat daar dus links af, dat was het oude gebouw van de Tros. En daartegen, hij is weer bijna terug bij het Mediapark, hè, je kent de situatie. Ja. Daar is dat Texaco, daar was in elk geval het Texaco benzinestation. Daar staan, dat raar, staan ze klaar. Ja, ze staan klaar. Jongens van de ME, aangeleide honden die niet van de Hilversumse politie zijn. Maar hoe kunnen die daar staan? Nou, misschien moesten ze tanken en hadden ze net geoefend en waren ze daar. Ik weet niet. Ja, nee, dan zou de surveillanceauto die achter Volkert van der Graaf... Maar het is maar 6 minuten. Hè? Fortuyn wordt doodgeschoten om 6 minuten over 6 maandagavond. Hilversum hartstikke druk. Ze zijn er dus al, want anders komen die niet door. En om 12 minuten over 6 pakken ze hem bij het Texaco benzinestation. 4 ME-auto's rond. Maar jij zegt, als ik een bevredigende verklaring krijg, dan graag. Ja. Ja, zeg maar. En als de hoofdcommissaris van Gooi en Vechtstreek tegen Theo en mij zei... ja, maar die honden kwamen van de Franse kamp. Dat is een heideterrein tussen Bussum en Hilversum. Daar hadden ze geoefend. Dan nog is het onmogelijk om op dat moment die honden in die auto te laden. Kogelvrije vest. En binnen 6 minuten van de Franse kamp over die drukke Bussum en Ginter of zo... Ja. Om bij het Mediapark te komen bij het Texaco station. Ja. Nou ja, goed. Ten slotte, er zijn altijd dingen waarvan je zegt van klopt dat wel? Is dat, er zijn altijd ongerijmdheden en je zegt toeval bestaat niet, maar ja, er zijn... Ja. Nou ja, het kan wel eens toeval zijn, ja. Dat weet ik. Iemand net op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd en weet ik wat. Maar dat mag je als misdaadromancier natuurlijk niet doen, want dan is iedereen bitter teleurgesteld dat hij 1990 heeft uitgegeven. Dan zou ik zeggen, maar mijn vriendin... In een roman kan het niet. In een roman kan niet iemand zomaar ergens voor niets lopen of toevallig. Nee. In een roman kunnen geen losse eindjes bestaan. Nee, en als dat zo is, zijn ze slecht. Althans, in mijn genre. Maar moeten we dat in de echte wereld toch niet af en toe accepteren? Dat er gewoon losse eindjes zijn? Wat mij verbaast is dat er heel veel van die affaires... en ik heb 71 boeken geschreven waarvan 40 ongeveer, geloof ik, dit soort affaires behandeld. Wat ik zo raar vind, is dat historici, heel af en toe heb je er één... Maar journalisten krijgen de tijd ook niet meer. Vroeger had je, maar nu word ik echt oud, had je researchjournalistiek. En bij Vrij Nederland mocht je er 3 maanden over doen aan bepaalde zaken. En dat hebben ze ook gedaan. En dat heeft ook de researchjournalistiek is wel eens achter, ja, hoe moet ik dat noemen, affaires, samenzweringen gekomen. En waarvan we allemaal dachten, oh ja, is dat zo? Toch? Ja. En zou jij bijvoorbeeld Volkert van der Graaf loopt nu vrij rond? Ja. Zou je hem willen spreken? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Behalve dat ik wel zeker weet dat hij... Ja, want anders zou mijn theorie ook aan flarden gaan. Maar dat mag hij hoor. Ja. Maar Volkert van der Graaf heeft niks anders geweten dan... En ik beweer samen met iemand anders. Ja. Maar een compaan dus, misschien die Sjoerd van der Wouw. Maar hij heeft nooit geweten wat wij beweerden, Theo en ik. Want Theo heeft dat met name bedacht. Dat hij wel eens zonder hetzelfde weten gemanoeuvreerd is als een marionet. Jongen, ga alsjeblieft je gang, schiet die vent dood. Ja. Maar hij is niet betaald daarvoor. Hij heeft gewoon in alle oprechtheid, nou ja, nare oprechtheid gedacht. Dus zelfs als hij zegt, Thomas, het is zo gegaan als het onderzoek zegt. Ik heb het gedaan zelf, helemaal alleen. Ja. Dan nog zeg jij van, maar